De slachtcapaciteit verlagen heeft geen enkele zin, dat zegt voorzitter Linda Jansen van de POV. Gisteren werd een motie van D66 en de Partij voor de Dieren hierover aangenomen in de Tweede Kamer. Het onderwerp hangt natuurlijk al langer in de lucht en uh, we hebben uh, wel alles aan gedaan om iedereen ervan te overtuigen dat deze motie echt helemaal niks gaat brengen en daar ben ik nog steeds van overtuigd. Ik ben er wel gisteren wel een beetje van geschrokken dat die toch aangenomen is, want dan uh, nou, ik ga ik er vandaag wel weer mee aan de slag. Er zit veel onwetendheid blijkbaar, want deze motie gaat, ik vraag me echt af voor wie of wat dit iets gaat opleveren. Het is voor de veiligheid van de medewerkers volgens de twee partijen noodzakelijk om de slagsnelheid terug te brengen. Ja, ik zou niet weten waarom. Want in het slachthuis zijn nog net zoveel mensen nodig. Ze moeten nog steeds op precies dezelfde plekken staan. En ze kunnen misschien iets minder hard werken of zo. Dat is dan misschien het enige. Maar voor corona gaat dit helemaal niks doen. En voor die wel zijn al helemaal niet de slagcapaciteit naar beneden. Het enige wat het gaat doen is ons weer op extra kosten. Ja. Een tweede motie van Tier de Groot van D66 werd ook aangenomen. Hij wil dat de slagcapaciteit financieel niet ten koste mag gaan van pluimvee en varkenshouders. Ja, ik ben niet heel vaak eens met Thierry de Groot, kan ik zeggen, maar deze motie ben ik wel blij mee, want wij roepen dit ook al heel erg lang. Ik ben ook heel benieuwd hoe de minister hier uitvoering aan gaat geven. Uh, we zijn er overal ook al in contact met het ministerie. Uh, want ik ben het wel eens in deze met hem, die kosten mogen niet op ons afgewendeld worden, maar het gebeurt nu wel. Hoeveel het slagtempo omlaag moet en wat de duur is van de maatregel, dat is niet benoemd. De slagcapaciteit is al omlaag. Maar dat is ook omdat we allerlei maatregelen moeten nemen vanwege corona. En slachthuizen doen er alles aan om fullpool te draaien. Maar het is gewoon heel moeilijk op dit moment om 100% te draaien. Want je zit met allerlei maatregelen die maken, dat het soms ook even stil moet staan.